Dag, dit is weer Spakenburg Nu met vandaag buitenspeeldag, boekpresentatie in het Baken, geslaagd, flashmob Spuiplein. Bureau Jeugdzorg en de provincie Utrecht organiseerden op 5 juni de conferentie Jeugdzorg in Zicht. Zo'n 400 partners kwamen voor de laatste keer bijeen om met elkaar te spreken over de overheveling van deze tak van zorg naar de gemeente in 2015. De Utrechtse jeugdzorg is het met elkaar eens, niet met de ruggen naar elkaar toe, maar in gesprek. Staatssecretaris Van Rijn, die afgelopen weekend in de Volkskrant de gemeente opriep om aan de slag te gaan, beaamde in zijn openingsspeech dat Utrecht koploper van Nederland is. Ook Bunschoten loopt daarmee in de pas. Woensdag 11 juni werd weer de landelijke buitenspeeldag gehouden. Het is bijna vanzelfsprekend dat er in verschillende straten in onze gemeente meegedaan werd. De burgemeester opende de dag in de Julianastraat, waar even later de uitgelaten kinderen zich konden uitleven. En wij waren erbij. Nou, wie weet wat voor dag het is vandaag? Ja, jij hebt een idee? Zeg het eens. Woensdag. Ja, het is woensdag. Ja, en wat voor een woensdag is het? Buitenspeeldag. Buitenspeeldag. Nou, dat is toch even wat, want wij zijn allemaal buiten, hè? Vind je het leuk om buiten te zijn? Ja, houden jullie van buitenspelen? Of zitten jullie vaker op de computer? Oh, wat de kinderen vinden een computerspelletje of... Op televisie, ja. En al die andere dingen die je binnen doet, hè. Die doe je binnen. En als je dan binnen bent en je bent met de computer, een spel bezig of wat dan ook, dan ben je ook heel vaak alleen, of niet? Want dan doe je dat in je eentje, toch? Nee? Oh, met z'n tweeën een spelletje kun je ook doen. Ja, dat kan ook. Maar als je buiten bent, dan ben je meestal met heel veel kinderen, hè. Want als je buiten bent, dan doe je het samen. En dat is het mooie van de buitenspeeldag. En van buitenspelen. En dat er alle vaders en moeders hier in de straat die de best gedaan hebben om er vandaag een fantastische dag van te maken. En dat er ook nog een aantal andere straten in het dorp zijn waar ook vandaag zoiets leuks gebeurt. Ja, dat zouden we veel vaker moeten hebben, of niet? Zouden jullie dat elke woensdag wel willen? Ja, hè? Dat zouden jullie wel willen. Maar ja, dat gaat dan ook weer niet. Want er moet zoveel geregeld worden met speeltoestellen. En met eten en drinken. En wat ook zo mooi is vandaag. Wat heb je nou niet op de straat vandaag? Wat je anders wel hebt. Auto's, precies. Ja, zien jullie dat zitten? Oké, dan gaan we eraan beginnen. Dan gaan we daaraan beginnen. En dan moet ik iets doen. Dat is speciaal op burgemeesterscursus geweest. Dat op het moment dat er iets geopend moet worden, moet je ook kunnen knippen. Wil jij mijn microfoon even vasthouden? Nou, anders kan ik niet knippen. Nou. En hiermee verklaar ik de buurtspeeldag in onze mooie gemeente Bunschoten voor geopend. En vooral hier op de Julianastraat en Margarietstraat. Jongens, het feest. Sylvia, u bent de organisatrice van deze sport, nee, deze straatspeeldag in de Julianastraat, Margrietstraat. Dat klopt. Hoe bent u op dit idee gekomen? Door zelf kind te blijven, denk ik een beetje. Ik had het al een paar keer wel op televisie gezien, op Nickelodeon. En dan dacht ik van ja, wat is er leuker voor kinderen om de straat een keer een dag aan de kinderen te kunnen geven. En ja, alles wat ik zelf leuk zou vinden, stormbaan, springkussen, gewoon op straat spelen, ja, dat kun je nu een keertje doen. En regelen voor de kinderen, dus ja, hoe mooi kan het. Nou is het natuurlijk deze dag een straatspeeldag voor de kinderen. Alles is afgezet, er zijn leuke dingen. Hè? Wat hebben jullie allemaal georganiseerd? We zijn eigenlijk begonnen met een verhuurbedrijf voor de stormbaan en de springkussen en de Oud-Hollandse Spelen. Toen ben ik bij school gaan informeren of we daar wat van de loopauto's mochten lenen. Nou ja, iedereen die werkt eigenlijk wel mee. We hebben hier een aantal mensen met een eigen bedrijf of 5, die hebben ook nog een extra bedrag gedoneerd. De Albert Heijn heb ik benaderd, die zorgt dan voor de ijsjes vandaag en voor de zakje chips. La Plaza die sponsort een deel van de patat eind van de dag, want de kinderen mogen vandaag ook niet van de straat, maar wel op straat eten.
Dus we hebben een lange rij met tafels vanmiddag en dan hebben ze pannenkoeken, kipnuggets, patat, drinken de hele dag. Dus ja. Ja, ik denk dat heel gezellig. De versiering natuurlijk, de vlaggetje, de burgemeester eventjes gevraagd. En die was ook meteen bereid om mee te werken, dus ja. Alles zat mee. En zit mee. Ja. Nou, even naar Marius van de Bergmortel. Ja, Veilig Verkeer Nederland participeert ook, hè, in de Straatspeeldag. Ja, wat is de inbreng van Veilig Verkeer Nederland? Nou, Veilig Verkeer Nederland, als de mensen vragen hebben op het gebied van het organiseren, dan willen wij daar de helpende hand bij bieden. Maar dat is niet het enigste. Ik heb van Veilig Verkeer Nederland, van het district, heb ik wat spulletjes gekregen. En ik heb zelf nog een budget gekregen om ook nog wat spullen aan te schaffen. En dat heb ik ook gedaan. Typisch spulletjes om buiten mee te spelen. Om de mensen, de kinderen aan te moedigen om buiten op straat te spelen. Het is zo belangrijk dat de mensen buiten op straat spelen. Dat ze kennis maken met elkaar. Maar ook de ouders van die kinderen, dat die op straat zijn. En dat ze weten wat er allemaal in de buurt leeft enzovoort. En ik wil dan ook heel graag nu dat pakketje wat ik heb samengesteld aan Sylvie overhandigen. Ik ben heel blij. Die doen voor de eerste keer mee. Ze hebben het geweldig groots opgezet. En ik ben er heel blij mee. En ik hoop dat ze volgend jaar weer meedoen. Oké. Zeker. Heel hartelijk dank. Ja, ook heel. En bij deze dan dat pakketje. En ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt. Ja, we gaan hem absoluut vaker gebruiken. We hebben een mooi kerkplein verderop. Dus ik denk dat we vaker de kinderen proberen uit de huis te krijgen. En achter de computers vandaan. En ik denk dat het wel moet lukken. Okay, nou, heel hartelijk dank. Super bedankt. Oké, okay. Burgemeester van de groep, Straatspeeldag 2014. Wat is het doel van deze Straatspeeldag? Nou ja, eigenlijk is het doel heel simpel, want als je om je heen kijkt, dan zie je het al. Dat de kinderen weer gebruik kunnen maken van de straat. En zoals ik als kind deed dat gewoon. Dan kan vandaag niet meer met verkeer en drukte, moet opgelet worden. Maar onbekommerd gewoon bij thuis spelen op de straat. En dat met elkaar doen, samen doen, dat is eigenlijk de doelstelling. Samen en buiten spelen, want er wordt gewoon te veel, ook door jongeren, binnengezeten, kinderen, achter de computer. Laat ze het maar vandaan halen. Buiten spelen is gezond en buiten spelen doe je samen. Is het een initiatief wat de gemeente genomen heeft? Nee, het zijn initiatieven die in de straten genomen worden, dus door mensen zelf. Maar als gemeente zeggen we wel van, nou, wij, als jullie dat doen en je meldt je bij de gemeente, dan hebben we daar op dit moment ook nog een kleine bijdrage. Ik geloof iets van €165 per straatplek is er overgemaakt om te zeggen van dan krijgen jullie daar geld voor. Moet je wel op tijd melden bij de gemeente. Dat doet niet iedereen. Sommigen lossen het vanzelf op. Het gaat ook niet echt om het geld van de gemeente. Het gaat om dat mensen dit zelf met elkaar doen. En je ziet het aan het plezier van de ouders die het organiseren. Er zijn wat sponsors bij betrokken. Dus hartstikke leuk dat het op die manier kan. Doen er straten mee, zeg maar, in het hele dorp? En hoeveel ongeveer? Nou, ik heb begrepen een straat of 8. En dat is door het hele dorp heen verspreid. Ja. Dus, en dat is ook niet elk jaar weer dezelfde. De ene jaar zeggen ze, nou, we hebben het gedaan, we slaan een jaartje over. Maar het is toch wel elke keer zijn het weer straten. En met name die met de kinderrijke buurten. En zo zie je weer dat in deze buurt weer allerlei jonge gezinnen zijn komen wonen, kinderen opgroeien en dat ze dan toch behoefte hebben om zeg maar iets aan speelactiviteit te doen. En dat is in de oudere buurten waar vaak niet zo heel veel zeg maar speelgelegenheden of parken zijn, zoals in nieuwe buurt wel. Ja, dan krijg je ook gauw de handen voor op elkaar. En ik zou zeggen, heel goed, doorgaan. Burgemeester, dank u wel. Graag gedaan. Op donderdag 26 juni organiseert Bibliotheek Bunschoten een informatieavond vol boekentips. Voorlees do's en don'ts, grappige voorleesfragmenten en splinternieuwe boeken. Waarom is voorlezen zo belangrijk? Lies Pannevis, specialist jeugd bij Bibliotheek Eemland, legt in een lezing uit waarom het van cruciaal belang is als kinderen al op jonge leeftijd met boeken in aanraking komen. Alle ouders, oppassers, opa's, oma's, medewerkers in de kinderopvang en andere voorlezers zijn van harte welkom. De avond is van 7:30 tot 9:00. De toegang is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. In het Baken werd donderdagavond een bijzonder boek gepresenteerd, God op de middenstip. Verschillende sporters vertelden over het hoe en waar zij inspiratie opdoen voor hun carrière. In het boek staan ook verhalen over Spakenburgse sporters. Ingrid was erbij.
Nu een klein stukje van het interview met Alinda. Nou, gefeliciteerd met de primeur. God tot de middenstip. Vertel, hoe heb je zoiets klaargespeeld? Nou, ik werd gebeld door de uitgeverij, uitgeverij Kok. En zij waren op zoek naar een mooie locatie om het boekje te presenteren. En ja, Spakenburg staat tot ziens, hè. Spakenburg staat bekend om zijn voetbal. Dus vroegen ze of het bij ons in de winkel mocht. Dus ja, helemaal leuk. Zeker. En het is ook gezellig druk. Hey, heb je zelf al iets kunnen lezen van het boek? Nee, want het boekje is net bij de drukkerij vandaan gekomen. Het hing er echt om. Het was heel spannend of het wel op tijd klaar zou zijn. Dus het is nog warm en ik neem hem vanavond mee naar huis om hem in te lezen. En natuurlijk snel inpakken voor Vaderdag, hè? Binnenkort kunt u een reportage van de presentatie verwachten. De nieuwe Zwarte Piet heeft geen kroeshaar meer en is bruin. Zijn volle rode lippen zijn verdwenen, zijn pak is hipper en hij draagt geen oorringen meer. Deze suggestie doet het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het centrum presenteerde na onderzoek de mogelijke Zwarte Piet anno 2014 in Knevel en Van der Brink. Daarmee kwam geen eind aan de discussie, want in het programma werd door tegenstanders een paarse Piet met rood haar voorgedragen. Afgelopen jaar barstte er een hevige discussie los over de rol en het uiterlijk van Zwarte Piet, die volgens sommigen het symbool van racisme is. Anderen schudden hun hoofd. Een jarenlange traditie wordt plotseling in het negatieve getrokken. De inzet van het onderzoek was erop gericht het goede van Zwarte Piet te behouden en tegelijkertijd rekening te houden met de levende bezwaren. Of het centrum hierin geslaagd is, moet nog blijken. Het blijft dan ook de vraag hoe de hofhouding van Sinterklaas er in november uit zal zien. Hoewel wij verwachten dat Zwarte Piet hier in de haven van Spakenburg een krullenbol zal hebben. Woensdag en donderdag verschenen er in het dorp steeds meer vlaggen met schooltassen eraan. Dat betekende dolblije leerlingen en hun ouders. Maria ging op pad om hen te feliciteren. U bent het vastuurd orgaan. Sommige plekken overal vlaggen in het dorp. Geslaagd zijn ze natuurlijk. Geurt en ik gaan op vlaggentour door het dorp heen. We zijn gestopt hier bij Eleni. Zij is geslaagd. We gaan even aanbellen en kijken of ze thuis zijn. De hond is thuis. Hey, Eleni, je was geslaagd, ja. Hè? Leuk. Gaan we even zitten, even wat praten ja, met je. Helemaal goed. Ja, is helemaal goed, ja. Eleni, nachtmacht gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waarvoor ben je geslaagd? Voor VMBO-kader. Ja. Ja. Jij bent wel een heel speciaal geval, want je hebt een beetje een PR-gezicht van de school. Ja, hè? Ja. Overal zagen we jou in de krant. Ja, ik stond overal in. Ja. En een groot doek op school, dus ja. Ja. Je hebt het gisteren al gehoord. Werd je gebeld of moest je wachten? En hoe ging dat bij jou? Nou, ik kon tussen 1 en half 3 gebeld worden. Ja. En rond 10 over half 2 werd ik gebeld dat ik geslaagd ben. Ja, dus iedereen had je al gezegd, niet bellen en niet... Ja, ik had iedereen gewaarschuwd, opa en oma, van niet bellen. Nee, precies. Niet doen. Dus gelukkig helemaal niemand gebeld. Nee. Alleen de mentor. Ja. Hey, was het nog spannend of had je een beetje verwacht al? Nee, ik was heel zenuwachtig. Ja. Ik dacht echt dat ik gezakt was. Oh, echt waar? En waarop dan? Ja, ik weet niet. Ik vond het heel... het was best wel lastig. En ik dacht van, nou, ik ga even zak. Ik heb gewoon zo'n gevoel. Maar hoe mooi is het daar, joh? Ja, en toen werd ik gebeld en van heel veel leerlingen met in de groepsapp zeiden, ja, ik ben gezakt, ik moet een kans in. Ja, oh. Ik zei, ik werd zo gebeld, ik ben gezakt. En toen was ik eindelijk geslagen, gelukkig. Oh. Ja. Goeie cijfers? Ja, ik was heel tevreden erover. Ja. Mooi. Wat zei je toen? Nou, eerst een feestje, natuurlijk hebben we dat al gevierd? Of? Ja, met familie, gezellig en vrienden, dus ze zijn allemaal langsgekomen. Heerlijk. Ja. Hey, wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je nu verder gaan doen? In de mode ga ik. Verkoopspecialist mode. Ja. En dan tussen 2 jaar en dan ga ik werken leren. Ja. Dus 1 dag naar school. Lekker. Ja. En die school, waar is dat? Waar ga je dat opvolgen? Dat is in Amersfoort. Ja. Bij de Leusdenweg. Heerlijk. Ja. Maar nu eerst even lekker vakantie vieren. Ja, heerlijk vakantie. Ja. Met een gerust hart kan ik de vakantie ingaan. Ja, super. Ja. Nou, gefeliciteerd meid. Ja, dankjewel. Esther, ten eerste van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wanneer heb je het te horen gekregen? Gisteren of vandaag? Vanmiddag. Ja. En werd je gebeld of moest je... We werden gebeld vanaf 1 uur. Dus je hebt iedereen ingestudeerd van niet bellen op die tijdstip. Nee, precies, ik zou je niet bellen. Dat is ook gek. Hey, was het nog spannend of had je het wel een beetje verwacht? Het was heel spannend. Ik had eigenlijk verwacht dat ik was gezakt. Ja. Dus het was wel echt een verrassing. Waarom gezakt dan? Slecht gedaan, slecht gevoel? Ja, ik had een heel slecht gevoel.
Ik dacht echt, nee, dit is kansloos. Ja, maar het viel mee. Ik heb van de meester een briefje gekregen dat ik echt naar jou toe moest. Omdat jij toch wel een beetje een speciaal geval bent. Je bent een kader van MAVO en dan HAVO gedaan. Ja. Hoezo? Nou ja, in groep 8 kreeg ik een CITO-score dat ik kader moest doen. Dus ben ik kader gaan doen. En na een jaar zei dus van ja, dit is wel onder je niveau, zeg maar. Dus toen ben ik VMBO-T gaan doen, heb ik examen gedaan. En toen wist ik eigenlijk niet waar ik voor vervolgopleiding wou gaan doen. Toen dacht ik, ga HAVO doen. Dus vandaar. En geslaagd. Ja, en geslaagd. Mooie cijfers, tevreden? Ja, heel tevreden. Ja. Nu een klein feestje. Ja. Wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je nu verder gaan doen? Ja, ik ga volgend jaar seestherapie studeren in Amsterdam. En eigenlijk wil ik uiteindelijk wel fysiotherapeut worden. Maar daar ben ik voor uitgeloot. Ja, dan moet je dan weer inloten? Ga je dan weer verder? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Als je op je hbo naar je propeduizen haalt, dan mag je fysiotherapie gaan doen. En dat terwijl jij zo twijfelde over je cijfers? Ja. Terwijl je eigenlijk helemaal zo hup het rijtje af gegaan bent. Ja. Nou, dan ben je best, kun je best trots op zijn. Ja, ben ik ook wel. Met je vriendinnen, zijn het allemaal klasgenoten? Nee, geen één. Geen één? Nee, allemaal gewoon vriendinnen. Ik wens je een hele fijne avond. Ik kom nog meer visite, dus geniet er lekker van. En heel veel succes in je toekomst. Ja, dankjewel. Janneke, gefeliciteerd. Leuk feestje hier. Heb je het vandaag gehoord gekregen of gisteren? Vanmiddag, rond 2 uur. Was je verbaasd of had je het verwacht? Nee, ik zag het eigenlijk al aankomen. Alleen mijn cijfers vielen wel mee, dat scheelde. Ja. Werd je gebeld of moest je naar school? Hoe ging het hier? Iedereen werd gebeld. En ik dacht eigenlijk dat ik als laatste gebeld werd, omdat ik onderaan de lijst stond. Maar ze draaiden het om, dus ik werd al heel vroeg gebeld. Dus. Maakte het nog een grapje? Of, Nee, het was met je mentor. Gefeliciteerd. Doei, zei hij. Ja. Nou ja, prima. Nieuwe sisters. Ja. Waarvoor ben je geslaagd? VWO. En wat ga je nu doen? Nu heb je een feestje hier. Wat zijn je toekomstplannen? Wat ga je... Mijn toekomstplannen zijn eerst een vakantietje naar Mallorca. Dan nog even werken en dan ga ik rechten doen in Utrecht. En hoe lang gaat dat dan? Ga je studeren? Dat maakt op zich... Dat kun je zelf bepalen natuurlijk. Ja, je hebt eerst 4 jaar en dan kun je nog een master doen. Dan zit je op 5, maar het verschilt een beetje welke richting je gaat kiezen. Dus. Zijn je vriendinnen ook allemaal geslaagd? Is je klas helemaal geslaagd? Mijn hele klas is geslaagd, 100%. Echt waar? Ja. Leuk. En de diploma-uitreiking, wanneer is dat dan? Die is 1 juli. Ja, dan ben je helemaal klaar. Dan zit het helemaal op. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd en nog een hele fijne avond. Ja, dankjewel. Gaat wel lukken, denk ik. Een veilig huis kan niet zonder een veilige omgeving. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Te vaak zeggen mensen iets verdachts te hebben gezien in hun buurt, maar niet de politie te hebben gebeld vanwege bestaande twijfel. Want misschien stond die onbekende man wel gewoon op iemand te wachten. En wat haalt men over zich heen als er opgeroepen wordt om te getuigen? Ook is er angst dat de verdachte achter naam en adres van de melder komt en verhaal komt halen. De politie beklemtoont dat deze vrees ongegrond is en toch vooral 0900 8844 te bellen bij verdacht gedrag. Een melding kan overigens ook anoniem gedaan worden. Als uw gevoel zegt dat iets niet in orde is, dan is dat vaak ook zo. Hieraan gevolg geven kan juist het verschil maken en uw buren behoeden voor een inbraak. Let op elkaars huis. In vakantieperiodes, maar ook wanneer u 's avonds voor het slapen gaan een laatste rondje maakt met uw hond. Of als u terugkomt van het sporten en de auto parkeert. In wijken waar veel sociale controle heerst, wordt minder ingebroken. Iedereen kan nog zulke goede sloten hebben. Wanneer niet verder gekeken wordt dan de eigen voortuin, zijn we uiteindelijk met z'n allen juist kwetsbaarder. De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Meander Medisch Centrum is een expertisecentrum voor de behandeling van botmetastasen. Dat zijn uitzaaiingen in het bot. Dit wordt specifiek gedaan met het middel Rhenium-188-HEDP. Het Meander is het enige ziekenhuis in Nederland dat patiënten met dit middel behandelt. En ook het enige ziekenhuis in Europa dat het produceert. Het geneesmiddel brengt de straling heel precies in de botmetastasen. Daardoor worden alleen de uitzaaiingen bestraald en is de belasting voor andere lichaamsdelen zo laag mogelijk. Door de straling worden de kankercellen in het bot kapot gemaakt. Op het Spuiplein was het woensdag aan het eind van de middag erg druk. Later bleek de reden. Agilitas had een flashmob georganiseerd. Om 6 uur klonk muziek en ineens sprongen van alle kanten de dansende meisjes tevoorschijn. Een prachtig gezicht. Ja.
Siana en Bianca. Nou, ik begin even bij de middelste, Siana. Wat is er nou precies aan de hand geweest? Wij hebben een flashmob gedaan hier in het dorp. Dat betekent dat we een dansje hebben ingestudeerd en dat we net doen alsof we er niks van af weten. En dan gaan de meiden van onze dansschool, die doen dan hier op het plein, doen ze dan het dansje voor. En dan moest niemand ervan af weten. Nee, en Laura, denk je dat niemand ervan af wist? Heel veel ouders wisten het natuurlijk wel, maar dat heb je al heel snel natuurlijk in zo'n dorp. Maar ja, het was volgens mij alsnog wel een verrassing, want de ouders wisten in ieder geval dat iedereen uit elkaar moest staan. Maar mensen die er niet bij hoorden, die zorgden ervoor dat alles echt op één kluitje werd gedaan. Want dat was niet echt de bedoeling, maar het zag er heel goed uit. Nou ja, maar ik heb Bianca gedacht van, hier is iets aan de hand, maar toen duurde het ook nog eens een kwartiertje. Ja. Hoe kwam dat nou? We moesten muziek regelen, alleen dat ging niet helemaal hoe het moest. Heekie moest even zijn heekschoenen moest even zijn winkel dicht doen. Dus we moesten even wachten. En toen we hem aan wilden zetten, toen gingen de klokken af. Dus we moesten nog eens 10 minuten wachten voordat de klokken klaar waren. Dus dat was heel jammer. Wat hebben jullie nou voor gevoel nu het achter de rug is? Ja, gezellig, leuk. Dat gaan we vaker doen. Ja? En wat is de gedachte hierachter? Nou, vooral een voorbereiding voor de Summer Dance, 5 juli. Dus wie wil komen, die mag komen. En ja, gewoon het zomergevoel geven. Gewoon leuk in het dorp, ja. Ja, Summer Dance op zo'n mooie dag. Wat kun je de mensen zeggen? Wat kunnen ze doen om bij Summer Dance te mogen horen? Bij ons bij Agilitas dansen, dan mogen ze daar meedoen. En komen kijken natuurlijk op 5 juli. Gewoon bij Agilitas. Maar wel van tevoren kaartje komen. Maar wel van tevoren kaartje komen. Oké, dames, bedankt hè. Dankjewel.
Regelmatig, ook in onze gemeente, horen we van huwelijken die voortkomen uit datingwebsites. Zoals bijvoorbeeld Funky Fish, een christelijke datingwebsite. Binnenkort wordt op deze site een singlesconferentie gegeven onder het motto "Een goede relatie begint met een goede date." Singles leren hier zichzelf op een juiste manier presenteren met het schrijven van een goede profieltekst. En ook om inzicht te krijgen op de vraag "Met wie wil ik daten?" Daarnaast is er aandacht voor het nog steeds stijgende aantal echtscheidingen. Psycholoog Gert-Jan Kloens, die onlangs samen met zijn vrouw een boek schreef over liefde en relatiekwaliteit, zal als gast hierover spreken en ook praktische datetips geven. Meer informatie? Funkyfish.nl. Dit was weer Spakenburg Nu, met vandaag aandacht voor Buitenspeeldag. Boekpresentatie in het Baken. Geslaagd. Flashmob Spuiplein. U kunt deze hele uitzending nog bekijken tot zaterdag middernacht. Los op zondag is er de volgende dag. Maandag, zoals u van ons gewend bent, een aflevering uit de oude doos. Dinsdag het vrije item met daarin een gesprek met fotograaf Luther Hartog, winnaar van de Bruidsfoto Award 2014. En woensdag zijn we er weer met een nieuwe editie van Spakenburg Nu. Fijn weekend!